50 meter nog. Start gevallen. Start valt en Barolo Bleu, de favoriet, is heel snel weg aan de binnenkant. En die gaat ook de leiding nemen. Barolo Bleu daarnaast in het tweede spoor loopt Van de Mee, de nummer 5. Maar die moet al een metertje laten vallen op Barolo Bleu. Want die gaat veel harder. Helemaal aan de buitenzijde is Dion Tesselaar goed begonnen met Vulcan de Cerezy. Zo gaan de paarden de eerste bocht door en de favoriet neemt gelijk een paar lengte afstand, Barolo Bleu. Barolo Bleu is als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Als ze straks de finish passeren, hebben ze nog 2 volledige ronden te gaan. Daarachter op plaats 2 volgen gele kleuren met een blauwe cap. En dat is Ruud Pols met Autriche. Die heeft een goede start gehad. Daarachter volgt dan op plaats 3 Björn van Heluwe. En terwijl het comité ook even ingreep, dan helemaal aan de buitenzijde, komt Rick de Puit naar voren. Die is aan de opmars begonnen met Villa des Oboe. Die komt uit op plaats 3, maar wordt daar wel opgevangen. Wordt opgevangen door Van de Mee. En daar gaat Villa des Oboe van de benen. Villa des Oboe springt weg. En zo gaan de paarden de rechterbocht door. En daar komt Van de Mee gelijk door naar voren. Die wil de leiding nu ook al overnemen. Maar daar heeft Rick Ebbingen weer geen zin in. En zo gaan de paarden de rechterlijn overzijde in. Duel om de leiding nu met Van de Mee aan de buitenzijde. Barolo Bleu aan de binnenzijde. Daarachter Autriche. En daarachter volgt Volkan de Cerezy. De 5e plaats Anatoly de Servi. Aan de buitenkant daarnaast En So What. En daarachter volgt aan de relingzijde dan het nummer 10. Van Vizier de Chimay. Paard dat de laatste keer als tweede door het stek sprong. Zo gaan de paarden de rechterlijn overzijde door en het is toch gelukt. Onze Belgische gast heeft de leiding overgenomen met Van de Mee. En die gaat als eerste de volgende bocht in. Daar komt Barolo Bleu weer aan de buitenzijde. Die wil de leiding gaan terugpakken. Eens kijken of dat zo ook gaat met een Belgisch collega. Het antwoord is ja, want Rick Ebbing is er alweer langs. En Barolo Bleu ligt weer vooraan. Onder het toeziend oog van de eigenaar komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En het is Barolo Bleu die leidt. Barolo Bleu op de tweede plaats, daarachter Van de Mee. De rest van het veld begint zich nu ook op te maken voor wat meer actie. Want uit het achterveld komt op dit moment weinig. En de paarden komen de rechte lijn voor de tribune. En daar komt onder andere door het buitenste spoor naar voren Barcelona Derby. Barcelona Derby komt eraan. Ook Ali Noor gaat naar het derde spoor. En zo komen de paarden de laatste ronde in. Barcelona Derby aan de buitenzijde is nu naast de leider gekomen. Enige vraag is, blijft hij draven? Als hij blijft draven is hij heel gevaarlijk. Barcelona Derby en voorlopig doet hij dat nog steeds. Paarden gaan de rechterbocht in. Barolo Bleu, Barcelona Derby. Dan Van de Mee. Daar gaat Ali Noor naar het derde spoor door naar voren. Passeert op dit moment paard nummer 6. En dat is... En zo wat. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijden. Twee galop. De tweede eruit. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Barolo Bleu nog altijd vooraan. Maar wat heeft hij een druk gehad onderweg? Aan de buitenzijde nu ook een galopade van. Dat is de uitgeschakelde deelnemer. Daarachter zit in het middenveld helemaal vast. Kan geen kant op. Billy de Vivier. Langeweg junior zit met de handen vol. Maar kan er niet uit. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Barolo Bleu leidt. Barolo Bleu. Barcelona Derby op plaats 2. Ali Noor op plaats 3. Daar komt dan eindelijk misschien wat ruimte. Nee, er komt nog steeds geen ruimte voor Billy de Vivier. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. En Ali Noor door het derde spoor opent nu de aanval. Barolo Bleu leidt. Barolo Bleu. Aan de buitenzijde Barcelona Derby. En helemaal aan de buitenzijde Ali Noor. Aan de buitenzijde komt ook naar voren in het groen met de witte balletjes. De 10. Vizier de Chimay. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Helemaal aan de buitenzijde. Vizier de Chimay gaat nu hard. Barcelona Derby heeft ietsje voorsprong. Ali Noor probeert het. Aan de reling zijn de Barolo Bleu. En daar komt Vizier de Chimay. Vizier de Chimay of Barcelona Derby. Eén van die twee. En het is Vizier de Chimay. De 10 voor de 4. Dan de 9. Dan de 3. 10-4. 9-3 voorlopig.